Hey daar, welkom in deze video. Ik wil het met jou even hebben over de doelen in je leven. Waarom doe je nu wat je wil doen? Hè? Ik had afgelopen week twee cliënten. De ene gaf mij aan dat ze wou afvallen. En ik vroeg haar naar haar dieetverleden. Hè, en ze gaf aan, oh ja, ik heb dat dieet geprobeerd en toen ben ik zoveel kilo afgevallen. En ik heb dat dieet geprobeerd en toen ben ik zoveel kilo afgevallen. En ik wees haar erop van, ah, dus je hebt mij eigenlijk niet nodig om af te vallen. Want je kunt afvallen, toch? Dus volgens mij is dat niet echt de reden waarom dat je hier bent. Hè. Een andere dame gaf aan dat ze meer energie wil hebben. Ik zeg, ja, oké, goed. Maar welke dingen zouden doen als je meer energie hebt? En dat is dus wel belangrijk om daar even wat verder op in te gaan en wat verder door te denken. Je wilt misschien iets, je hebt misschien een doel in het leven. Maar ja, welk doel zit daar echt achter? Wat wil je echt graag in het leven? En dat is waardevol om daar eens over na te denken. Er zijn zo'n paar trucjes of dingen die je kan gaan toepassen om daar voor jezelf achter te komen. Een eerste ding dat ik mijn cliënten regelmatig meegeef is een vraag van oké. Pak nu eens een blad papier, zet daar een puntje op en schrijf daar iets achter. Zet opnieuw een puntje, schrijf daar opnieuw iets achter. En zet belangrijk om altijd opnieuw dat volgende puntje te zetten. Wat wil jij nog bereiken in je leven? Wat wil jij nog doen in je leven? En ja, ik heb al veel mensen begeleid die naar mij komen. Ja, ik wil meer energie in het leven. En dat geven ze dan aan. Maar als ik hen dan vraag, ja, oké, maar wat wil je dan nog doen in je leven? Waarom heb je die energie dan nodig? Ja, dan komen ze vaak maar aan nog geen 10 dingen die ze eigenlijk nog willen doen. Terwijl, dat is misschien raar, want misschien wil jij nog wel in 10 restaurants gaan eten, in 10 landen op reis gaan. Allee, dus echt waar. Probeer daar eens voor jezelf, hè. Die creativiteit is dus ook een waardevol ding om die naar boven te laten komen. Voor jezelf daar eens over na te denken en gewoon echt een blanco blad te pakken en een stip te zetten. Oké, dat wil ik nog. Ja, oké, dat wil ik ook nog. Dat wil ik ook nog ooit gedaan hebben. Dat wil ik eigenlijk ook nog doen. Dat ga je een veel beter inzicht geven in waarom dat je bepaalde dingen wil. Hè. En dat is echt wel waardevol. Als dat moeilijk is voor jou, kan je ook eens gaan nadenken, oké, binnen welke categorieën kan ik nog bepaalde doelen voor mezelf opstellen? Hè? Binnen welke categorieën, denk bijvoorbeeld familie, liefde, werk, allee, er zijn bepaalde categorieën. Probeer daar eens wat meer over na te denken. En dan merk ik vaak dat als die eerste opdracht wat moeilijker is, dat het dan wat vlotter gaat, als je zo categorieën kunt gaan bepalen. En daarnaast, ja... Als tijd en geld geen beperking zou zijn, wat zou je dan doen? Wat zou jij dan doen als je kon doen wat je wilt doen? Ook daar, waarvoor maar eens over na te denken. En een andere vraag, ook wel interessant. Stel dat je nog 2 maanden te leven hebt. Wat zou je dan doen en met wie zou je de tijd vooral willen doorbrengen? Denk daar maar eens over na. En de mensen met wie dat je de tijd zou doorbrengen, zijn dat ook de mensen met wie jij je tijd nu doorbrengt? Indien ja, top. Indien niet, misschien is wat meer met die mensen wat de tijd gaan doorbrengen. Dat is maar een tip. Dus echt waardevol voor jezelf om daar eens over na te denken, die doelen. Oké, je kan wel aangeven, dat merk ik dan vaak, oké, goed, en dat is dan mijn rol als coach, als begeleider natuurlijk daarin, om dat proces duidelijk, dat doel duidelijk te krijgen. Hè. En daar, mensen komen bij mij met een bepaald ding dat ze zogezegd willen. Maar ja, het is waardevol om daar eens wat verder over na te denken en echt te gaan bepalen, wat wil jij nu in het leven? Waarom wilde jij dat echt? Waarom? Wat als jij zou afvallen? Stel, je wil afvallen. Wat zou u dat opbrengen? Hoe zou jouw leven er binnen, als stel dat je binnen 1 of 2 jaar echt die kilo's die je in je hoofd hebt en dat die eraf zijn, dat die eraf blijven. Wat zou er dan anders zijn in je leven? Wat zou je dan wel kunnen dat je nu niet kunt? Ja, als je meer energie wilt. Oké, stel dat je binnen 1 of 2 jaar meer energie hebt. Wat kan je dan doen dat je nu niet kan? Hè? Daar eens over nadenken. Hè. Dat is gewoon echt een waardevol idee en een waardevolle les. Dus dat wil ik je maar even meegeven. Probeer er maar eens mee aan de slag te gaan. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, je weet mij te vinden, dan help ik je daar heel graag bij. Goed, veel plezier en tot de volgende. Bye.